EA Sports staat bekend om fijne sporttitels als FIFA en Madden. En natuurlijk Tiger Woods. Wij gaan eens even kijken of die dezelfde kwaliteit weet te brengen. Laten we even heel flauw beginnen. Tiger Woods staat dus bekend om twee dingen. Dat ene mogen we niet zeggen vanwege de media-restricties. Ah, dan leuk dat je dan gelijk in de middel ging. Ja, precies. En de tweede is het golven. Oh, oké. Okay, dus we gaan over het golven praten. Ja, het is Tiger Woods is een golfgame. Een hele goede golfgame, maar ik vind het altijd een hele moeilijke review. Ik heb echt bijna elke sport die bestaat, behalve dressuur en kunstzwemmen, heb ik aan den lijve mogen ondervinden. Maar golven, ik kom niet veel verder dan in Turkije midget golven. Dus ik heb ook helemaal geen feeling met deze sport. Heb je nooit gegolfd zelf? Ik heb nooit gegolfd. Heb jij een keer gegolfd? Ik heb wel eens gegolfd, ja. En dan kan je zeggen, het is echt heel, het is verdomd leuk. Oké, okay, nou, maar dan zou jij dus kunnen zeggen, dit is in principe, en zo bedoelt EA het, een simulatie van het edele golfspel. Klopt. In zoverre dat ze inderdaad de parallellen leggen met de locaties natuurlijk. Ja. Het aantal holes dat je speelt, 18 stuks. En waar het bij golfen vooral om draait, is het slaan. En het slaan, zeg maar, de afstand van je te overbruggen slag, zeg maar. Dus of je nou heel ver weg moet of je moet putten. Dat zit gekoppeld aan je clubkeuze. Ja. Dus moet je afslaan vanaf de tee, dan kies je 9-iron. Dat is een enorme klomp ijzer of lood aan. Ja. Geef je een dikke map en daarmee weet je gewoon, bam, dat je die bal echt makkelijk 100, 2, 3, 100 maar gaat meter. Dat slaan ook, want daar gaat het natuurlijk al. Je hebt tegenwoordig echt behoorlijk uitgebreide golfsimulators die je in golfcentra hebt, als het buiten regent. Ja. Ze hebben hier behoorlijk aan getweakt. De vorige Tiger Woods werd niet unaniem positief ontvangen. Met name het slaan, dat vonden ze toch gewoon net niet, dat je net niet genoeg kon. Wat ik al zeg, van, het is een samenspel tussen hoe je staat, hoe je de club vasthoudt, welke club je neemt. De wind. Windrichting. Het parcours. En nog eens een keer hoe je de bal raakt. Is het lang gras? Is het kort gras? Weet je, lang gras heeft een remmende werking op je balletje. Kort gras, een rolt je balletje lekker door. En dat hebben ze nu allemaal weer lopen tweaken met een nieuwe swingmeter. Dus een nieuwe manier van slaan. Je kan de bal nu beter aanwijzen waar er geslaan moet worden. En dat bedoel ik van, ik vind het er heel tof en heel erg diep uitzien, want je bent echt bij elke slag aan die club en een beetje zo. En je kan ook echt nu, in plaats van alleen omhoog of omlaag aan te wijzen waar die moet komen, kan je nu ook links of rechts wat beter doen. Dus je kan echt precies zeggen, van daar moet die liggen. Maar ja, ik heb nog nooit met zo'n bal geslagen, dus ik heb zoiets van, ja, ze kunnen me alles wijs maken. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk gelijk een beetje de zere plek van deze game. Kijk, je had het bijvoorbeeld over FIFA, dat is een hele vette game van EA. Ja, iedereen weet hoe het is om tegen een bal te trappen. En iedereen weet wat er gebeurt als je hard of zacht tegen een bal trapt. Iedereen die weet hoe je een effectballetje moet schuppen. Tenminste, daar ga ik even gemakshalve uit. Maar ik denk dat 99% van het publiek die deze game speelt, nog nooit heeft gegolfd. Hè? Nee, dat mag niet, want komt door de baltage eerst. Tegenwoordig gewoon mee. Kijk, golf is, vroeger was het echt zo'n, je moest een Jaguar hebben en je moest geruite broeken hebben. Ja. En bloesjes die van een merk met een paardje waren, weet ik wel, die onzin. Tegenwoordig, het is toch crisis, hè, dus ze moeten toch meer mensen. Jij kan in jouw korte broek en jouw fans en jouw petje. Ik zal jou gewoon eerlijk bekennen. Ik heb een keer op een golfbaan gestaan, gewoon op mijn slippers, met met geestverruimende middelen. En ik heb daar een hele leuke middag kunnen golfen. Okay. En dat was serieus hartstikke leuk. Ik heb een golfclub bij mij in de buurt. In Zandvoort, daar kom je echt niet binnen met je slippers, hoor. Ja, Zandvoort, maar dat zijn lastige rakkers, hoor. Daar. Ja, dat is heel moeilijk. Nee, maar serieus, heb je een keer de kans, kun je clinic doen, ga het gewoon doen. Golfen is serieus heel tof. De game draait om Tiger Woods en Ene Palmer. En nou is Tiger Woods niet helemaal meer het icoon wat hij ooit was. Toen de serie begon te bloeien, hij bestaat al een behoorlijke tijd, was Tiger Woods. Maakt niet uit of hij achterstevoren op de green stond, of hij zijn ogen dicht hield, blinddoek om. Hij won altijd, dat doet hij nu niet meer na die shit met zijn vrouw. Dus is EA het wat gaan uitbreiden. Dus naast dat je gewoon met Tiger Woods kan gaan, is nu eigenlijk een
een major ding. Ja, noem het maar gewoon de Legends. En Arnold Palmer, dat is eigenlijk Tiger Woods, maar dan 10 keer beter en 10 keer groter. En hij is natuurlijk ook van vroeger, weet je. Dus dat is een soort van mythische status. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk al vanaf, volgens mij, 1930... kan je gewoon allerlei, die verschillende era's van golf, die kun je naspelen. Dat heeft een beetje een soort van, ja, ik wil niet zeggen RPG, maar in ieder geval, je moet een aantal mensen verslaan, een aantal opdrachten doen en uiteindelijk heb je een eindbaas. Dat is dan de beste golfer van die era. Die versla je dan en dan kan je weer verder. Dat hebben ze heel tof gedaan, want Legends was bij de NBA 2K-serie bijvoorbeeld ook briljant. Ja. Bij voetbal heb ik het nog niet echt gezien, maar Ik vind het een leuke toevoeging. Ook omdat het beeld is wat anders. Het is ook een beetje uit nood geboren. Kijk, het is... Ja, vind je? Ja, laten we even een stukje terugspoelen. Golfen is dankzij Tiger Woods ontzettend groot geworden. Ja. Ik denk dat we zonder Tiger Woods hadden jij en ik nooit uit het blote hoofd 5 golfers kunnen opnoemen. Nee. Inmiddels. Maar golf is daardoor wel minder charmant geworden. Want nu sta jij dus met die slippers en geestverruimende middelen, sta jij dus gewoon een beetje in de gras te hakken. Dat klopt, maar dat brengt de golfindustrie natuurlijk ook wel behoorlijk veel kraak in het laadje. Maar vroeger, want anders waren deze game druk nooit geweest. En ka-ching. In de tijd van Arnold Palmer, dat waren de echte kakkers. Precies, dat was inderdaad de jaren 30. Vrouwen mochten niet op de green. Dat klopt. Nou ja, dat is grappig dat je het zegt, want er is nu in deze Tiger Woods PGA Tour 14 is de LPGA en dat is de league voor de vrouwen inderdaad. Ja. Nou, je hebt inderdaad van de verschillende tijdvakken vanaf de jaren 30 inderdaad een aantal legendarische golfers. De ene die is 5 keer heeft Masters gewonnen, de andere 17 keer. Ja. Kortom, dat zijn Tiger Woods in het groot eigenlijk nog. Ja. Zonder dan de commercie van je sponsoren die je toen nog niet zo had als dat Tiger Woods die nu wel heeft. Nee. Het is een beetje, denk ik, het is leuk, maar ja, is die game daarom, wat maakt die game zoveel gaver? Nee, maar dat is het ook niet. Maar dat is natuurlijk het constante probleem van sportgames, van wat moet je er in hemelsnaam nog bij gaan verzinnen, omdat golf is golf. En wat ik al zeg, ze hebben getweakt, ze hebben gekeken naar de manier waarop je slaat, dat is allemaal soms verbeterd, soms wat minder geworden. Maar in ieder geval, er zijn nieuwe dingen. Je kan nu alle masters kan je aan meedoen. Ja. De vrouwentour zit erin. Mm-hmm. Blijkbaar 90% van de mensen speelt gewoon met hun eigen gecreëerde golfer. Nou, dat vind ik het allertofste. Zit er allemaal weer in. Je kan nu ook dus als vrouw beginnen. Dan kan je ook aan alle toernooien meedoen. Ja. Zelfs aan Augusta, waar eigenlijk tot voor kort geen chick op de baan mocht. Behalve achter de bar. Ja. Dat mag nu ook. Er zijn nu 2 vrouwen toegelaten. In ieder geval, daar kan je nu ook spelen. Maar ja, dat zijn tweaks, weet je wel. Een kleine toevoeging. En ze willen toch blijkbaar elke keer iets compleet nieuws eraan toevoegen. En dat is dus die Legends. En de vraag is nu een beetje, is dat dik genoeg om... Ja, staat niet zo van... Ik denk het wel. Kijk, als je echt heel erg fan bent van deze game. En laten we eerlijk zijn, deze game is super aantrekkelijk om te spelen. Weet je, die golfgames hebben mij altijd wel kunnen bekoren. Je moet inderdaad, waar we het straks over hadden, je moet rekening houden met afstand, met de wind, met wat voor langgras, kortgras, et cetera. Dus dat is tof. En ja, elke editie van Tiger Woods heeft dan weer een paar verbeteringen. Soms ook een paar keer, dat kwam er een editie uit, denk ik, zeg van ja, hebben ze dingen weggelaten? Bijvoorbeeld het aiming systeem en zo. Nu klopt het gewoon helemaal zoals ik het wil, zoals je het zou verwachten en ook wat logisch is. En ja, de gimmick van deel 14 nu is inderdaad de toevoeging van de Legends. Ik geloof, je hebt een dikke 30 namen, waaronder een aantal nieuwe namen, nieuwe golfers. Ja. Je hebt de 20 courses, waar ik geloof ook iets van 4 nieuwe courses. Ja. En je had het net over Augusta. Nou, daar zit er ook de Augusta in van hoe die was in 1934. Ja. Kijk, nee, dat is wel en leuk. En dat zijn natuurlijk ook golftracks waar je eigenlijk nooit komt, want daar heb je wel hele scherpe bovenaars. Sowieso nog al die golftracks die erin zitten. Nee. Maar dan opnieuw, gewoon als gamer, het zal je aan je ruk wezen of dat Augusta 34 in zit of Augusta 66. Dat is natuurlijk het moeilijke, hè? Als je kijkt naar FIFA en je kijkt naar een NBA game of je kijkt naar een NHL game of je kijkt naar een MLB game, dat zijn teams. Dat betekent, je hebt transfers. Er zit een veel groter verloop in. Precies, dus daarom wil je die nieuwe game hebben. Namelijk omdat je wil gewoon met het Ajax spelen wat op dit moment... Voor de actualiteit. Maar bij golf, ja, het zijn min of meer dezelfde golfers. Dus heel dat maakt het wel moeilijk. Wat wel een hele toffe toevoeging is, dat is online. Zijn ze toch wel nog wat meer de diepte ingegaan. En één hele toffe mode die ik eruit wil lichten is de mogelijkheid om, net zoals bijvoorbeeld in een echte golftoernooi met 24 man online te gaan. En dan ga je gewoon met z'n allen een hele course doen. En dan om de beurt net zoals, dus de eerste begint en dan die gaat naar golf 2. Dan gaan de volgende 2 naar golf 1 of naar green 1 of hole 1. En dat vind ik heel tof. Maar dat geeft ook wel aan dat dit een bepaald type sportgame is wat je moet liggen. En dat is ook inherent aan de sport zelf. Waar je bij voetbal en American football, NHL, honkbal, het zijn allemaal fast-paced adrenaline sporten, weet je wel. Gewoon lekker tempo, een beetje dissen, tactiek. Golf is rustig. Het is
vogeltjes, het is zon, ja, het is... Rustig. Heel veel mensen zullen zeggen, het is sterk en traag en ja, daardoor vinden ze het saai. Ja, maar dat ik zeg, ja. Ja, je moet niet vergeten, het is echt een soort een game die je met een laboratorische precisie moet oppikken. Ja. Hè? Inderdaad, het is afmeten, waar ga je die cursor plaatsen, waar wil je die bal heen mappen. En ja, soms moet je inderdaad heel veel naar links, omdat het terrein schuin is, omdat je tegenwind hebt. En gaandeweg, ja, daar zit wel een hele vette prikkelende uitdaging in. Nou ja, en dat is wat deze game zo sterk maakt. Ja, ja, precies. En voor mij juist helemaal niet sterk. Maar ik trek dit voor geen kant. Ik, golf is ook niks voor mij. Ja. Ik zou echt zulke gaten in die grond rammen. Ik heb gewoon het geduld er niet van. En het is gewoon wel... En ik vind het een compliment naar EA dat ze niet hebben getracht om er een soort van adrenaline ding van te maken. Dus dat het meer arcade wordt en dat je van die explosieballen kan slaan. Het is gewoon de sport zoals de sport is. Ik denk dat ze het op bepaalde vlakken is het gewoon behoorlijk goed gelukt. Ze hebben wat nieuwe toevoegingen eraan bijgestopt, zoals de Legends. Night Golf. Zit er Night Golf in? Er zit voor het eerst Night Golf in. Dan heb je dus een lichtgevende bal. Serieus? En... Maar bestaat het niet echt? Ja, vind ik het grappig. Ja, tuurlijk bestaat het echt. Oh jongen, wat je in het echt allemaal hebt met golf. Je kan zelfs met blacklight midget golven in 3D. Dat is echt gruwelijk. Is dat met dwergen, midget golf? Nee, dat is met hele kleine clubjes. En, oh, oké. Dus, nee, een aantal toevoegingen. En ja, ze moeten het natuurlijk wat doen. Omdat ze het, weet je, elke nieuwe editie willen ze aantrekkelijk maken. Dat is de spagaat waar ze in staan. Ja. Maar, concluderend. Ik ben geen golffan, dus ik ga deze game niet spelen. Maar als je golffan bent... Mm-hmm. Is dit een leuke game voor je? Als je een golffan bent en je houdt ook heel erg van gamen, dan is dit een must-have natuurlijk. Ja? Ja. Maar ja. Weet je, wij speelden deze games al jarenlang. Ik ben ooit een keer overtuigd door Sam Player van EA. Dat ze jaren terug, toen die golfgames redelijk nieuw waren. Mm-hmm. En toen dacht ik ook van, ja weet je, maar dat is puur omdat ze gewoon elke sport die er bestaat in een game willen proppen. Omdat ze gewoon die shit willen verkopen. Ja. Maar toen ging ik het doen en toen ontdekte ik dus een beetje de diepgang ervan. Dan denk ik, ja, het klopt wel. En het leuke is, als jij de hele avond online Call of Duty of weet ik veel hebt zitten spelen... en je hebt heel veel herrie gehad of met racen, weet ik veel... Ja. En je wil even... Je wordt hier wel zen van. Helemaal tot rust komen. Dan zit je daar met je vrienden zo lekker zo. En dan heb je nog een afzakketje. Ja, en dan zit je daar inderdaad lekker naar die zonnige grasveldjes te kijken. Dat is waar. Hoor je vogeltjes fluiten. Het is in deze koude tijd is het wel de ideale game om een klein beetje innerlijke warmte te krijgen. Het is een beetje therapeutisch bijna, zou ik zeggen. Therapeutisch? Ja. Dat vind ik een heel eng woord. Maar ja. Als ik concludeer dat Tiger Woods eigenlijk alleen geschikt is voor golffans, zit ik er dan ver naast? Ja, dan zit je er eigenlijk denk ik best wel ver naast. Want ik heb helemaal niks met golfen. Ik kijk die shit nooit op tv, PGA Tours. Maar ik vind het wel een hele toffe game, omdat ik gewoon de diepgang herken. En ik er gewoon urenlang lekker mee bezig kan zijn.